Jij bent nu de zoveelste Vlaming aan mijn tafel. Hoe zien jullie Nederland, Nederlanders? We zijn onder elkaar. Wel, in de psychiatrie, hè, mijn vak, hebben wij altijd vanaf mijn assistentenjaren opgekeken naar het gidsland Nederland. Waar alles veel beter geregeld was. Waar veel meer geld was voor de geestelijke gezondheidszorg. Waar de opleiding beter was enzovoort. Heel veel Vlamingen van mijn generatie zijn naar Nederland gekomen voor opleiding psychiatrie. En zeker kinderpsychiatrie. Dus jullie waren de norm. Maar jullie vinden ons ook schreeuwerig. Dat ook wel, ja. Arrogant. Ja. Achteloos. Nogal direct. Onmuzikaal in ons spreken. Ik zeg al de hele tijd je, dat hoort ook niet. Dat ook wel, we zijn een beetje bang van die directheid. Maar het heeft ook voordelen, hoor. Laat mij toch wel heel objectief kunnen zeggen dat de suïcidecijfers in Nederland veel lager zijn dan in België. En dat dat onder andere te maken heeft met het feit dat de Nederlanders gewoon zeggen waar het op staat. En zeg ik voel mij niet goed, help mij. Hè? Terwijl de Vlaming zwijgt en slikt. Hè? Dus zeg je daarmee dat inslikken meer tot het imploderen leidt tot suïcide? Meer dan je uiten? Het is een veel ingewikkelder verhaal, maar dat speelt mee een rol. Ja, okay. Dat denk ik wel, ja. Ja. Dus laten we die Nederlandse eigenschappen ook niet zomaar weggooien. Nee.